mogelijke uitbreiding naar de bovenliggende verdieping. Ja, u bent ter plaatse, daadwerkelijk brand. 34-31 jaar, gewoon middelbrand van waterslijst 1 in Jekka. Nou, wat hier vandaag te zien is en wat zich hier op dit moment afspeelt, dat zijn de landelijke examens voor officier van dienst brandweer. Die worden een paar keer per jaar worden die georganiseerd. Als veiligheidsregio organiseren wij dat nou in juni voor het hele land. Hier zijn brandweermensen die in opleiding zijn geweest uit Groningen, Rotterdam, Amsterdam, Roermond, Venlo, Eindhoven, noem het maar op. Ze komen overal vandaan en doen hier vandaag hun examen, officier van dienst. We hebben daar ook een heel circus voor opgetuigd hier. Een object wat we simuleren met brand en onder rook zetten aan de hand van een scenario. Wij komen dan tegen 1:00 of 8:00 ochtends hier naartoe. Hier worden de taken verdeeld, voertuigen ingedeeld. En dan hebben we hier een kleine meldkamer ingericht, als ik zo mag noemen. En dan rond 9:00 ochtends dan volgt het startschot. En dan draaien we hier tot 1:00 of 5:00 middags door. Totaal 8 kandidaten. Wat was het scenario? Het scenario vandaag, dat is een pas geopende verfwinkel. Waar iets helemaal fout gaat. Met als gevolg dat de nieuwe voorraad verf in vlammen opgaat. Een medisch kinderdagverblijf dat daar boven die winkel gevestigd is. Daar bevinden zich 20 kindertjes en hun begeleiders. In de rest van het complex daar wonen studenten. Ja, en die brand die loopt zodanig uit de hand dat dat kinderdagverblijf bedreigd wordt. En het nog maar de vraag is hoe zeker die studenten op hun kamers nog zijn. Dus dat is een behoorlijke kluif voor een beginnende officier van dienst om dat machtig te worden. Ja. Ik heb het laatste van 4 examens mogen doen om de leergang officier van dienst brandweer af te sluiten. U bent geslaagd? Gelukkig wel, ja. Hoezo gelukkig? Nou, het is toch een heel traject waarin je met een klas officier en SP een bepaalde mate van vakbekwaamheid probeert te behalen. Wat waren de speerpunten voor u tijdens dit examen? Nou, dit examenscenario ging over een kinderdagverblijf. U kunt zich voorstellen dat het veilig buitenbrengen van de kinderen hier een speerpunt was. Ik geloof niet dat in Nederland met onze wetgeving op het gebied van brandpreventie dat dit snel zou gebeuren. Maar voor een examenscenario is het interessant om dit zo door te draaien. U bent nu officier van dienst. Wat houdt uw betrekking precies in dan? Nou, de brandweer opereert eigenlijk volgens een modulaire structuur. Waarbij de voertuigen, de bekende tankautospuiten als basiseenheid onder leiding staan van een bevelvoerder, zogenaamd. En als er meerdere eenheden tegelijkertijd op moeten treden, dan wordt er een officier van dienst gealarmeerd om de inzet van die meerdere eenheden te coördineren. De officier van dienst brandweer die coördineert alleen de brandweerinzet, maar hij is dus wel er verantwoordelijk voor om samen met de andere diensten goede afspraken te maken over de gang van zaken. En ook zeg maar gezamenlijk een stukje coördinatie op de gehele inzet te doen. We hebben morgen nog 1 dag te gaan. Vandaag 8 kandidaten, morgen nog 7. We hebben er gisteren 8 gehad. Die 8 van gisteren die zijn allemaal geslaagd. Dat is een heel goed percentage. De kandidaat van vanochtend, ja, dat hebt u zojuist ook zelf kunnen vernemen, die is ook met een heel goed punt geslaagd. Dus ja, tot nu toe gaat dat heel erg goed. Dus als zich dat zo voortzet, dan krijgen we een hoog slagingspercentage. Maar de ervaring leert ook dat het niet iedereen gaat lukken. De kandidaat die staat onder een behoorlijke dosis stress. En dat moet ook, want in deze functie mag je in feite moet je echt stressbestendig zijn. Maar als je als kandidaat het beeld niet snel genoeg vormt, je krijgt de prioriteiten niet snel op een rijtje en je maakt niet snel genoeg de juiste keuzes, zet je opdrachten niet goed weg of je wordt onduidelijk daarin, of je krijgt gewoon die enorme hoeveelheid informatie in korte tijd niet goed verwerkt en je maakt op basis daarvan verkeerde besluiten, dan ga je een verkeerd pad op en dan wordt het van kwaad naar erger. En dan verlies je de controle volledig. En dat kan gebeuren. Dat kan ook in het echt gebeuren. Dus zo realistisch proberen we het dan toch wel te benaderen met die stresscomponent. Want daar wordt het kandidaat ook wel op getoetst. En nogmaals, dat gaat soms fout. En dan zakt een kandidaat en dan mag hij het een keer overdoen. Wat trekt u eigenlijk aan bij de brandweer? Nou, wat mij, maar ook veel collega's binnen de brandweer natuurlijk ontzettend boeit, is dat het interessant werk is. Het is zowel technisch als sociaal. En je hebt soms ook wel de kans om echt het verschil te maken voor anderen en voor je omgeving. En dat is wel een interessant gegeven eraan.
stilstand.